We staan hier voor het Vierhuis in Apeldoorn. En vandaag is een bijzondere dag, want vandaag is Atlant Got Talent 2021. Marilotte, heb je er een beetje zin in? Of, Ik heb er reuze veel zin in. Ik ben blij dat ik zelf niet mee hoef te doen, want ik heb geen talent. De bewoners gelukkig wel. We hebben 8 groepen. Doggy dance, diamond painting. We hebben ook nog rolstoeldansen. En niet te vergeten, de uitslag van heel Atlant bakt. We hebben 3 finalisten. En die gaan we straks ook bekendmaken. En natuurlijk ook de gebakjesproeven. Dat is ook wel heel erg belangrijk. Dat is mijn favoriet. Ja, precies. Jij hebt ook nog wat moois meegenomen. Ja. Dus we moeten dat even laten zien. Want bling bling. Hier is het om te doen vandaag. Vandaag is de dag dat we ruimte geven aan onze talenten. En we hebben er mega veel zin in. Inderdaad. Ik denk dat wij gewoon vast naar binnen gaan om eventjes te kijken. Yes, de sfeer te proeven. Oh, hey. Wat doe jij dan hier? Nou, ik zorg voor de versiering in de partybus. Want dan moeten de mensen natuurlijk wel in stijl ophalen. Oh, natuurlijk. Het is een hele feestdag. Zeker. Jij ziet er ook heel feestelijk uit. Ja, we doen ons best, hè? Niet te missen. Nee, doe. Nou, dus ik ga naar de bak. Helemaal goed. Dat succes. Doei. Hey, tot zo. Doei. Ik ben Danielle Steffens. Ik ben Marilotte Hulleman. En vanavond zijn wij jullie gastvrouwen. En we beginnen gelijk vandaag met de Marcus Stones. Deze mooie mannen hier achter ons, die hebben een heel mooi optreden verzorgd. Die gaan het nummer doen van Gary Rafferty met Baker Street. Jongens, zet hem op. Wij gaan plaats voor jullie maken.
gedaan allemaal. En ik zie meteen een bekend gezicht die we net nog niet benoemd hadden. Onze bestuurder Peter. Welkom ook Peter met saxofoon. En ik zag daar nog iemand zitten, Suzanne, onze muziekagoog. Hartstikke leuk. Peter, mogen we jou wat vragen stellen? Want je bent natuurlijk onze bestuurder, dus dat is extra leuk. Hoe lang speel je al saxofoon? Ja, ruim 30 jaar. 30 jaar? Ja, ja. Dus dat is een, ik weet niet hoe oud je bent. Ja, maar... nou, ik ben op mijn 20ste ben ik begonnen. Okay. Daarvoor heb ik vooral veel percussie gedaan, ja. Maar uiteindelijk toch voor de saxofoon gekozen. Volgens mij wil jij zelf ook nog een woordje doen, als ik het goed heb. Ja, nou zeker, want ik vind het gewoon fantastisch dat dit initiatief er is. Het is natuurlijk een inkoppertje om te zeggen dat muziek voor mij heel belangrijk is. Dat is ook echt zo. Niet alleen maar zelf spelen, maar vooral ook luisteren. Maar wat ik geweldig vind, is vooral in een band spelen. Ik speel zelf ook in een band. En zoals hier ook met deze mannen. Eigenlijk is dat gewoon het mooiste wat er is. Je voelt gewoon met elkaar. Je hebt een verbinding op de een of andere manier via de muziek met elkaar. En ja, ik vind dat zelf een ontzettend prettig gevoel. Het samenspel, hè, je op elkaar moet letten. Dat je elkaar de ruimte moet geven. Dat je elkaar kunt waarderen. Ja, dat vind ik het mooie aan samen muziek maken. Ja. Heeft hij een beetje goed gedaan, jongens? Ik wou zeggen, dit is natuurlijk de eerste keer zo. Dank jullie wel. Voor herhaling vatbaar. Jullie waren ook echt klasse. En Suzanne ook bedankt voor dat je me gevraagd hebt om mee te mogen doen. Dankjewel. Ja. Nou. En ik wens iedereen die nog komt gewoon heel veel plezier. En succes natuurlijk, want ja, het gaat toch om die prijs uiteindelijk. Maar nog een hele mooie avond gewenst. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, en nu zijn jullie de Sjaak, jongens, want uiteraard willen we jullie ook nog wat vragen stellen. En Erik, als leadzanger ga ik even bij jou beginnen. Ik ga even achter jou staan. Want wij hebben ook gelijk al wat gemeen. Want volgens mij kom jij uit Deventer. Of niet? Of heb ik dat helemaal verkeerd? Ik kom uit Waiuku. Nou, dat is het. Daarom heb je ook zo'n mooi accent. Noordereiland van Nieuw-Zeeland ben ik geboren en getogen. Juist. Het was ook niet te missen dat de klanken die jij had in jou, hè, je zang, ja, dan kun je gewoon horen dat het ook gewoon echt, echt Engels is. Als ik Engels ga zingen, dan kun je toch wel een beetje horen dat een beetje Nederlandse klank doorheen zit. Klopt. Wat betekent dit voor jou om dit met deze mannen zo te kunnen doen? Ik vind het in orde om het te doen. Ja. I like it. You like it? I do. That's the way we like it. Yes, of course. Ja, want het is niet de eerste keer dat de Marcus Stones volgens mij meedoen. Nee. Ik denk volgens mij dat dit al de derde keer is, als ik het even goed zoiets. Dus maar het bevalt jullie wel? Ja. Neem ik aan. Bekende Atlanters zijn jullie. Yes, it does. Ja? Wat leuk. Nou, volgens mij gaan we dan door naar de drummer hier. Naar onze bekende drummer, dat is onze Robert. Volgens mij is dit jouw debuut, want ik heb je nog niet eerder gezien met de Marcus Stones bij Atlantica Talent. Klopt dat? Dat klopt. Ja? En? Had je gezonde spanning of viel het mee? Nee, viel het mee. Ja? Volgens mij waren wij zenuwachtiger dan Robert. Ik denk het ook, want je zit er ook aardig relaxed bij, moet ik zeggen. En het klonk echt goed. Want ik heb me laten vertellen dat jij volgens mij vroeg op de markt hebt gestaan, dat je kaasboer... Was dat je ambitie of wil je toch liever iets met muziek doen? Ja, het is moeilijk om echt een goede boterham in de muziek te verdienen. Dus ik heb het kaasbedrijf van mijn vader overgenomen. Oké. Maar je hebt nog wel een stiekeme droom dat je wel wat meer naamsbekendheid zou krijgen. Ja. Nou, nu dan, hè? Maar het is gewoon een leuke hobby. Ja, dat snap ik. Nou, want hoe oud was jij toen je ermee begon met drummen? 5 jaar. 5? Ja. Zo, dat vonden de buren vast erg leuk. Of niet? Kan ik me zo voorstellen. Ja, dat viel wel mee, want toen ik echt de drumcel kreeg, toen ben ik boven het kaaspakhuis, de oefenruimte. Ja. Ja, dat moet je denk ik ook helemaal isoleren. Ja, of, ja. Je kon niet zoveel erger maken als je wil. Ja, oh, heerlijk. Ideaal. Nou, dan hebben we er nog één over, hè? Onze Bob. Ik ga even mijn microfoon weer even naar je toe hengelen, Bob. Ja, prima. Want volgens mij, dit was wel al iets wat jij vaker hebt gedaan, hè? Ja, ik heb vaker gespeeld. Ja. Wat is nou echt jouw favoriete genre wat jij graag speelt?
Ja, dat is toch wel, ja, dat zat altijd wel een beetje in de rock, hard rock hoek. Juist. Ja. Het is echt meer het zware geschut. Ja, ja. Nou, dit is rustiger, toch? Maar dit soort nummers is ook heel leuk te doen natuurlijk. Ja. Het is totaal iets anders natuurlijk dan het stevigere werk. Maar toevallig is dit ook een heel leuk nummer, een heel goed nummer. Maar betekent dat je naast, want je speelt nu op akoestische gitaar, ja. Speel je dan ook wel eens op de elektrische gitaar? Ja, ik heb ook een elektrische gitaar, ja, maar eigenlijk moet er nog een goede versterker bij. Ah, ik hoor het al. Ik heb een heel kleintje, maar dat is niet zo. Bob, die zoekt hier een sponsor, dus als iemand nou denkt, hey, ik wil een versterker sponsoren, dan weten wij nog een goede plek. Jongens, dank jullie wel. Ja. We gaan door naar de volgende. En bij deze wil ik nogmaals om een applaus vragen voor deze toppers. En we vergeten wat. Oh, natuurlijk. Jullie krijgen nog wat. Iets heel moois. Dat gaat Danielle ons even vergeten, bijna het belangrijkste. Geven. Dat is het belangrijkste. Want je moet natuurlijk wel een aandenken hebben aan dit geweldige optreden. Ik heb weer twee nieuwe gasten bij ons op het podium staan. En dat zijn Marjoleine en Joost. En Marjoleine, ja, dit is ook niet de eerste keer dat jij meedoet aan Atlas Got Talent. Maar wel met iets heel anders vandaag. Een grote wens was dit. Ik vind het heel leuk en leuk dat Atlas me de mogelijkheid geeft om dit voor elkaar te krijgen. Ja, want dit was dus echt al een grote wens van jou om rolstoel te kunnen dansen. Ja. En dat is versterkt nadat ik Joost met Bibian had gezien op de televisie. Toen dacht ik, dat zijn de mogelijkheden. Dat lijkt me heel erg leuk. Juist, ja, want dat is misschien voor u wel leuk om te weten. Wellicht kent u Joost ook. Want Joost heeft namelijk meegedaan aan Dancing with the Stars. Dus Joost, hoe is dat voor jou hier in een hele andere ruimte? Ja, het is heel anders wat je zegt. Maar het is natuurlijk superleuk om dit te mogen doen. En Marjoleine wordt hier helemaal gelukkig van. Die ziet er helemaal stralen, ook wanneer we oefenden. Dus superleuk. Hartstikke fijn. Ja, en Joost is ook voor alle markten thuis. Want zoals jullie wellicht kunnen zien, hij staat met één voet op de rolstoel. Want jullie kunnen ook goed improviseren, want het podium is een beetje schuin. Ja, maar, je moet er niet afhalen. Nee, precies. Maar dat gaat niet gebeuren. Dan zijn ze thuis niet gelukkig. Nee, precies. Hé, hey, en ik begreep dat u ook al vroeger, vertelde u mij, dat u al vanaf uw 12e ook al aan steldans heeft gedaan. En op de middelbare school ging je met de hele klas naar de dansschool toe. Dat was in Leiden. En dan vind ik het leuk dat je nu je oud en lelijk bent, dat je nog mee kunt doen met rolstoeldansen. Nou, lelijk zijn toch echt niet de woorden die ik zou gebruiken, mevrouw Tazelaar. Dat heb ik een keertje als gedicht van Annie Schmid gebruikt bij de eerste keer bij Atlant Got Talent. Juist. Dat is 4 jaar geleden geweest. Ja, u heeft vorig jaar ook meegedaan, zag ik. Inderdaad met prachtige gedichten. En ik zeg toch elke keer u, terwijl u eigenlijk zegt, ja, dat dacht niet. Ik ben een je. Ja, ik ben een je. Dat vind ik toch een beetje lastig. Maar hierbij ga ik je dan officieel aankondigen. Marjoleine en Joost met de rolstoeldans. Veel plezier. My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hoping snow. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the real. Thank you.
Wauw, mevrouw Tasla, wat prachtig. Ik werd er echt een beetje emotioneel van, want jullie deden het heel, heel erg mooi. Het is een mooie keuze van Joost voor de muziek. Ja, dat is prachtige en muziek. Hij en het land zijn de reden dat het zo fijn is om te doen. Dank u wel voor het mooie compliment. Prachtig. Ja, jullie deden het echt heel erg mooi. Dus ik zou zeggen, mevrouw, je hebt er talent voor. Dus Joost gewoon heel lief aankijken. Wie weet komt hij nog een keer vaker langs. Zou ik zo leuk vinden. Ja. Hij heeft er zoveel andere dingen te doen. Ja, Joost is druk. Ja. Ja, Joost, ontzettend bedankt dat je hier ook tijd voor hebt vrijgemaakt om hierbij te zijn. Want je maakt echt een droom van Marjoleine maak je waar vandaag. Graag gedaan. Dank je wel. Fijn dat je bent. Nou, we staan hier bij de deelnemers van Heel Atlant Pakt. Het is nu al de derde of vierde keer, Willem, dat we het doen. De vierde keer. Nou, dat hebben we elk jaar om te kijken hoe goed de bewoners kunnen bakken. Dit jaar waren er 7 aanmeldingen. Is ook een heel goed aantal. En dit zijn de 3 overgebleven kandidaten. Ik ga ze even langs. We hebben hier meneer De Jonker met begeleiding, met Anita. Ja. Welkom. Nou, u bent de finalist. Goed zo. Ja. Had u het verwacht? Nee. Nee? Ik wist er eigenlijk niks verder van. Nee? Nee. Nou, u kwam net al binnen en toen dacht ik al, een meneer, waar zou die voor zijn? In mijn hoofd is heel erg bakken vrouwen. Alleen vrouwen. Ja, nee, dat niet. Maar wat leuk. Een mannelijke deelnemer. Daar kunt u trots op wezen. Ik wist geen eens dat ik deelnemer was. Nee? Nou, wat een verrassing dan deze dag. Ja. Nou, u bent in ieder geval finalist. Dus dat is wel een leuke verrassing. Ja? En Anita, ging het goed, het samenwerk? Perfect ging het. Ja? Je kan perfect goed bakken en schillen en goed helpen. Absoluut. Absoluut. Nou, dan ziet u maar weer. Fijn dat u er bent. Nou, dan hebben we hier mevrouw De Beer. En had u het verwacht dat u in de finale zou komen? De beste 3. Zeg maar ja. Ik weet het niet. Weet je dat niet meer? Nee. Het is heerlijk gebakken. Oh, heb ik gebakken? Ja, je hebt gebakken. Je hebt, Want wat hebben jullie gebakken? Een taart. Boterkoek hoor ik ergens. Een pannenkoek zegt zij. Nee, boterkoek. Is heel goed voor de lijn in ieder geval. Ja, hè? Met spijs. Oh, nou ja. Nou, welkom. En dan hebben we hier Astrid, jou ken ik bij voornaam. Je komt van de Markenhof. Ja. Met José. Nou, en ik weet van jullie dat jullie ook al eerder hebben meegedaan. Want volgens mij hebben Astrid heeft volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor een keer gewonnen. Ja. Dus was het een verrassing wel alsnog of niet? Nou, altijd toch? Ja, dat dacht ik. Ik weet niet hoeveel inzenders zijn er hier allemaal. Nee, dat is helemaal waar. En misschien heb je net te veel zout erin gegooid. Of net te veel suiker. Of de jury het echt lekker vindt. Ja, nou daar staat de grote baas. Super grijzen. Is ook zo. Nou José, wat was voor jou de eerste keer? Ja. Hoe vond jij het? Ik vond het geweldig. Ja? Zeker om het samen met haar te doen. We hebben zo'n lol gehad. Ja. En we hebben zo zitten snoepen, vreselijk. Oh, dat geloof ik wel, ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, Willem, dan ga ik nu het woord aan jou geven. We zien hier de 3 finalisten. Eén ding vooraf, we zitten natuurlijk met jury. En de jury was eigenlijk unaniem van mening dat de kwaliteit die dit jaar ingeleverd is, erg hoog was. We hebben echt hele lekkere dingen geproefd. En ook alle dingen die we hebben alle baksels die we hebben gekregen, waren eigenlijk goed om ook iets blijvends van te maken als een atlantgebakje. Maar goed, er kan maar 1 atlantgebakje natuurlijk 2022 ingaan. Ja, en wie is dat nou? Nou, per ongeluk hebben jullie eigenlijk de winnaar al geproefd. De winnaar... de winnaar die zeiden over het gebak zelf dat ze wat gefrutseld hadden en wat geknutseld hadden. Nou ja, zo is sinaasappelthee ook ontstaan. Hè? Sinaasappels zijn per ongeluk bij de thee gerold, dat hadden we sinaasappelthee. En zo zijn er meer van deze toevalligheden. Maar unaniem was eigenlijk jullie baksel het beste van
wat ingeleverd was. Oh, dat is wel een applausje. Dank. Voor de volgende act schakelen we live over naar een externe locatie. En volgens mij is Marilotte daar, maar hoor ik haar nou wel? Marilotte, hoi. Hoi Danielle, ik hoor je. Ik sta hier vandaag op de Heemhof bij de heer Wildschut en Marcel, onze muziekagoog. Zij gaan twee hele mooie stukken voor ons spelen. Daar gaan we nu naar luisteren. Succes! Thank you.
net geluisterd naar twee prachtige stukken, maar waar hebben we precies naar geluisterd? Kunt u mij dat vertellen, meneer Wildschut? Het laatste, dat was die Entertainer, een stukje van de componist Scott Joplin. Die klonk mij heel bekend in de oren. Is dat veel? Ja, het is ook een stukje wat wel geliefd is bij het publiek. Ja. Niet de zware muziek, echt... Wat vrolijker. Ja, vrolijk. Achtergrondmuziekje, hier of daar. Ja. En waar, wat was het eerste nummer? Want daar, ik voelde een lichte brok in mijn keel. Dat vond ik heel mooi. You Will Raise Me Up. Dat is een lied wat ook wel gezongen is door een soliste, een sopraan. Met begeleiding van het Johann Strauss Orkest, onder leiding van André Rieu. Oh. Daar heeft het wel bekendheid door gekregen. Ja. En ik heb me laten vertellen dat u echt al heel lang viool speelt. Hoe oud was u toen u ermee begon? Een jaar of 11. 11. En u vertelde straks dat u volgens mij in de 80 bent inmiddels. Ja. Dus dat was al heel wat jaren. En is de viool dan ook net zo oud? Ja, die is wel een stukje ouder hoor. Ja? Die is uit 1764, als ik mag vertrouwen op het etiket wat in het instrument zit. En hoe lang hebben jullie al samen geoefend, Marcel, hiervoor? Even denken. Ik denk dat we, het is nu december alweer, ik denk dat we zo rond september zijn begonnen. Oh, dat valt me nog mee. Ja, we zijn eigenlijk pas bezig. Ja? Ja. En jullie gaan nu ook op deze voet verder? Of was het puur voor dit extra nog even? Ja, we speelden al wel. Maar het was wel fijn dat we ergens naartoe konden werken. Ja. En ook dat je dit samen kunt uitvoeren. Mm-hmm. En ja. Nou, ik... Ja. Nou, ik vind het een aanwinst. Ik wou net zeggen, het is voor herhaling vatbaar. Ik wil u graag nog iets geven, als, nou ja, omdat u het zo, of jullie hebben het prachtig gedaan, maar ik geef u even iets. Als dank voor deze prachtige nummers die u heeft gespeeld, wil ik u deze geven. Een medaille. Zal ik hem bij u omdoen? Ja hoor. Ja? Mag dat? Doe ik het even van achteren. We vonden het echt allemaal prachtig en ik hoop er nog meer van te horen. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken en hopelijk tot volgend jaar. En we zijn alweer bij het volgende talent aangebroken van vandaag. En dat is mevrouw Huibers, die zit met haar dochter Jolanda aan tafel. En nou, ik hoef eigenlijk niet eens te vertellen wat ze samen doen, want de prachtige creaties liggen hier al op tafel. Ik denk dat we nou ongeveer 20 minuten tot een half uur bezig zijn geweest om alles netjes uit te stallen. Want wat heeft u veel gemaakt? U vertelde me net al even dat dit maar eigenlijk een klein deel is van uw collectie. Dit is een klein deeltje. De rest hangt nog allemaal aan de boom, hoor. Hangt allemaal aan de boom klaar? Allemaal aan de boom. Aan de lamp hoorde ik ook al. Ik heb een hele grote staande lamp dan. En er zitten verschillende arms aan, zeg maar zeggen. Ja. En daar hangen ze aan, daar zo. Want het is eigenlijk een sleutelhanger. Ja, ik zie hier sleutelhangers. Dit zijn allemaal sleutelhangers. En ik zie daar ook schilderijen, dus echt de grotere stukken. Ja? Wat is nou het stuk waar u denkt, nou daar ben ik eigenlijk wel het meeste trots op? Ik ben trots op alles. Op allemaal? Op alles. Allemaal even mooi? Ja, ja, dat is allemaal kunstwerk hoor. Zo. Ja, dat kan ik geloven. Het is echt prachtig om te zien. Heel mooi, heel mooi. Maar ik vroeg me net van, goh, heeft wel iemand anders aan kunnen steken met het Diamond Painting Virus? Nee, nog niemand. Hoe kan dat bij dan ons, toch? Nou, je weet wel hoe altijd men thuis uitziet, hè? Ja. Is er een eentje die zeggen dat zal lekker zo. Dat ga ik ook doen. Maar ik heb ook al wel gehoord dat wel heel veel mensen jaloers zijn op hun stukken. Dat ze wel heel graag eentje willen hebben. Een eentje aan hun sleutelhanger willen doen. Maar voor niks dan, hè? Ja, maar, precies. Maar zelf ook eentje maken. Ze willen ze wel kopen, maar dat doe ik niet. Nee. Het is ook veel leuk om weg te geven, toch? Ja. Ja. Dat doe ik ook niet, hoor. Ja, allemaal. En Jolanda, misschien wil jij ook wel vertellen, hoe is dat zo om dat samen met uw moeder zo te kunnen doen? Geweldig, ja. Mijn moeder die is nu bijna 10 jaar, woont ze nu al in een zorginstelling. En ik heb altijd met haar gemotiveerd om
toch dingetjes te blijven doen. Ja. Want anders vereenzamen ze toch wel. Dus we hebben altijd heel veel gekleurd. Ja. En gepuzzeld. En wandelen. Al die dingen meer. En toen ben ik zelf dit eens gaan ontdekken. Dat kwam ik tegen op internet. Ik denk, nou, misschien is dat ook wel wat voor mama. En ze vindt het geweldig. En het virus is aangestoken. En het virus is heel, ja, echt. Ja, we samen. Ja, heel leuk. Ja. Ja. Wat is jullie volgende wat we dan schilderij weer gaan waar doen? Jullie mee? Ja? Nou ja, wat zijn we weer? We puzzelen af. We nee. hebben altijd wat. Mam, als dit allemaal klaar is voor de kerst, dan hebben wij nog een vogel, hè? Een vogel moeten we nog maken. Ja, een vogel. Voor... is jullie volgende project ja. waar jullie mee aan de slag gaan. We hebben dan een die... vogel nog, hè? De volgende dag die ja. klaar moet. Nou, ik wil u hartelijk bedanken voor uw komst. Oh, ik vind het zo hartstikke leuk om te doen. En ik wil u ook heel graag een geschenk geven namens Atlant. Ja? Ook als herinnering aan vandaag, maar ook om eigenlijk een award te geven dat u zo fanatiek bezig bent, dat u zoveel doet, ja. dat u nog zo actief bent. En dat vinden we heel gaaf. Dus ik heb hier wat verstopt. Dus ik zei net al tegen u, ik hoop niet dat u dat al heeft gezien. En dat is een Atlant-medaille. Oh, meid, wat maak je daar wel gelukkig mee? Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat is speciaal voor en u. En nou hebben we Atlant nog wel. Jazeker, Atlant staat erop en zelfs op de achterkant staat het jaartal erop. Zodat mocht u dan volgend jaar ook meedoen, dan weet u nu in ieder geval van welk jaar u... Mooi meisje, oh. Kijk eens, zal ik hem weer in het doosje doen? Heel apart hoor. Mogen jullie hem meenemen? Heel apart. En dan... vindt het goed idee dat we nog even gaan zwaaien? Ik ga nog even naar de kijkers thuis. Oh ja, zeker wel. Dag daar en Louis. Ja, gaan we eventjes... gaan we even zwaaien naar de mensen thuis. Zwaaien. En dan gaan we zeggen tot de volgende. Zo, allemaal zwaaien. Ah. Zo. Heel leuk, heel leuk. Nou, ik zit hier bij Peter Pielsekker op de Heemhof, onze kunstenaar. En hij heeft heel wat uitgestald hier en daar gaan we het nu even uitgebreid over hebben. Ja, ja, precies. Welkom Peter. Nou. Ja, op zich vind ik dat wel leuk dat je nu die belangstelling voor mij schildert. Nou, dat is niet heel raar lijkt me, want als we hier kijken, ik zit ook voor eentje, maar daar zullen we het zo over hebben. Ja, precies. Want waar kijken we naar? We kijken hier naar een... dat is een collage. Ja. Daar heb ik een Rocky Horror collage van gemaakt. Ik ken Rocky Horror van vroeger, 80 jaar. Ja, die ken ik. Dat is een bepaalde stijl. Die heb ik geprobeerd te imiteren hier. Ja. Dus je ziet de storm ook boven het hoofd van die man. Ja. Dus dat er af en toe ook regenbuien boven. Het is niet altijd feest. Nee, precies. Nee, het levert niet, sowieso niet altijd feest. Maar nee. Kijk, ik heb er ook een beetje een horrorverhaal van gemaakt. Mm-hmm. Van een kat die geëlektrocuteerd wordt. Oh, dat is wel heel heftig. Want het ziet er eigenlijk allemaal vrolijk... Dat is niet zo dat ik het dat zelf doe, dat ding. Nee, dat mag ik hopen. Maar het ziet er heel vrolijk uit, maar eigenlijk is het dus helemaal niet zo heel vrolijk. Nee, precies. Nee, dat is ook een beetje Rocky Horror stijl eigenlijk. Dat hoort ook een beetje bij die stijl. Ja, ik ben niet zo'n kenner helaas, dus... Nee, op den duur ben ik ook wel... Ja, ik heb ooit psychologie gestudeerd. Maar als dat komt, had ik ook net zo goed kunstgeschiedenis kunnen studeren. Ja. Ik ben redelijk op de hoogte met kunst. Maar eigenlijk heb je er dus helemaal er niet voor gestudeerd, geen opleiding voor gevolgd? Nee. Je hebt het jezelf aangeleerd? Nou, zelf ben ik naar New York geweest. Ja. Ben zelf zo naar Petersburg geweest. Want ik was gewoon gefascineerd door kunst. En wanneer begon dat dan, dat je een beetje interesse voor kreeg? In de Pittsburgh heb je ook de Hermitage. Ja, dat is eigenlijk een van de tempels van de kunst. Die wilde ik gewoon gezien hebben. Heb je deze onlangs gemaakt, nu in de Sinterklaastijd? Ja. Speciaal voor vandaag? Nee, ik hoorde op een gegeven moment iemand zeggen, oh, Sinterklaas en de zeven dwergen.
Sinterklaas en de Zeven Dwergen. Ja. Die ken ik nog niet. Nee, deze is ook echt uniek. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik zou hem zo in de kinderkamer hangen. Nee, dat is. Maar waar staan de Zeven Dwergen dan voor? Nee, iemand zei dat als opmerking. En ik vond het een heel grappig beeld. Ja. Maar kijk, dubbel om lachen. Ja. En ik dacht, ja, eigenlijk moet dat. Moet ik proberen dat te maken. Daar heb ik wel meer dingen die ik vanuit de inspiratie naar maak. Ja. Zoals de Halloween. Ik heb een oog met een spin. Oh ja, die zie ik volgens mij ook achter je. Het oog en de spin eronder. Ik weet niet of jij erbij kan. Ik leg hem even hier neer. Oog en spin, die heb ik daar. Dat is een favoriet. Heel ja, mooi trouwens. Ik vond me voorstellen dat dat ook een favoriet was. Ja. Maar ik vond het ook zelf ook een beetje eng thema. Ja, spinnen. Maar net je slang bij getekend. Maar ik ben niet zo dol op spinnen, dus waarom heb je ervoor gekozen om er een spin bij te doen? Wat betekent dat? Spinnenwaard. Ja. Dan moet je ook nog proberen te horen. Ja, die zien we natuurlijk hier. Nou Peter, ik wil je heel erg bedanken. Ik vind het echt prachtig. Ik vind dat je vooral zo door moet gaan. En wie weet komt het ooit nog in Amerika of Frankrijk terecht. Ik zal zo doorgaan. Ik hoop het voor je. Ik wil je nog iets geven. Die heb ik onder jouw mooie schilderijen liggen. Hmm. Als dank. Ik zal hem er even uithalen. Onze mooie Atlantica Talent medaille. Oh ja, leuk. Zal ik hem bij je omdoen? Dan loop ik even achter je. Hoepsakee. Is die echt van goud? Het is echt goud. De volgende gast zit aan tafel, maar zoals je ziet zijn er niet alleen maar twee mensen die aan tafel zitten, maar hebben we ook een hond hier erbij. En nou, Hanneke die gaat ons meer vertellen over wat zij gaat doen. Want wie heb je meegenomen, Hanneke? Lin en Chantal. Ja. We gaan samen met de hond kunstjes doen. Ik vind het wel best een beetje eng en een beetje spannend, maar ik sla me er wel de doorheen, ja, hoop ik. Ja, supergoed. Met behulp van Chantal. En met behulp van die mevrouw ook. Dus ik, ja, toi, 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 precies. En we zijn hartstikke blij dat je er bent. Ja. Want ik zei ook al tegen jou, ja, ik vind het ook allemaal een beetje spannend. Ik heb ook helemaal rode wangen ervan. Ja. Dus straks dan hebben we het gedaan en dan denken we, yes, ja, we hebben het weer gedaan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus misschien dat je eerst nog even wat over jullie wil vertellen. Want ik hoorde ook nog, jullie zijn geen zussen, maar jullie hebben wel iets gemeen met elkaar. Ja. Chantal is tweeling en ik ben ook tweeling. Ik heb een zus, ik heb een tweelingzus en Chantal heeft een tweelingbroer. Nee, zus. Of zussen. Ja, zussen. Nou, dat is hartstikke gezellig. Ja, dat is. En daar praten we vaak over, hè, samen. Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Dus jullie weten allebei hoe het is om ook een tweelingzus te hebben? Ja. Daar kun je niet altijd met iedereen over praten. Nee, onze maatjes, hè? Ja, ja, ja. Daarom, precies. Ja. Mijn tweelingzus is pas geleden langs geweest. Die heeft een heleboel KitKat meegenomen. Oh, lekker. En sigaartjes heeft ze voor me meegenomen. Wat nog meer? KitKat, bros. Batterijtjes voor mijn gehoorapparaatjes heeft ze voor me meegenomen. Wat neemt ze nog meer mee? Zo ga je naar McDonald's. Ja, naar de McDonald's. Oh, kijk. En wat is dan je favoriet als je naar de McDonald's gaat? Kip Nuggets menu. Oh, lekker. Ja. Ik ben meer van de McFlurry. Wat is dat dan? Dat is ijs. Ja, maar dat is, niet, dat is geen patat of zo. Nee, dat is geen patat, maar dat haal ik wel graag bij de McDonald's. Oké. Okay. Oh, met Big Mac. Ja, Big Mac hou ik helemaal niet van. Oh, wel lekker. Lekker. Het zachte brood, man. Hamburger. Nee, joh, het zachte brood, het gat daarin. Hey, wat gaan jullie vandaag allemaal laten zien? Kunstjes met de hond. Zullen we eens met eentje beginnen? Ja. Eens even kijken of Linde klaar voor is. Ja. Oké. Okay. Heb je in? Op dit? Twist. Lin twist. Lin die ligt lekker, die denkt ik heb geen zin. Lin twist. Ja. Ja. Zo, goed zo. Lin kus. Ja. Ja, kijk. Dat waren de kunstjes wel. Zullen we nog een keer de twist doen? Want dat deed ze nog niet zo netjes net, hè? Nee. Lin twist.
twist. Ja, kijk. Ja, ja. Yes. Voordat je weggaat, heb ik ook nog iets anders voor jou. Ook als aandenken voor vandaag. Ik heb niet waar. Even kijken of ik hieronder nog één verstopt heb. Nee, ik moet hem nog eventjes voor je pakken. Ga ik hierachter? Wat dan? Ik weet het niet. Waarom hou je niet van verrassingen? Jawel. Ja? Oh, gelukkig, want ik heb hier nog een verrassing. Wat dan? Als aandenken voor vandaag, omdat jij dus je talent hebt laten zien, krijg je een medaille van ons. Het is speciaal voor jou. Dus als je wil, dan kan je hem omdoen. Nou, dat is leuk. Vind je dat mooi? Het is echt voor mij. Die is echt voor jou. Kijk eens. Nee, doe maar terug in, want dan ben ik bang dat ik kapot scheurt of wat dan ook. Nee, dat gaat niet zomaar kapot. Maar dan moeten we het bakje wel meenemen terug. Jazeker. Kijk, die doe ik zo weer dicht. En kan een slinger erin doen? Ja, slinger erin doen. Doe een slinger erin? Ja. Maar hij kan, als je hem laat vallen, want ik ben ook zo onhandig, ik laat hem ook wel eens vallen. Gaat hij niet kapot van hoor, kan die hebben. Mag hem echt hebben? Alsjeblieft. Speciaal Jippie. Voor jou. Een mooi doosje erom. Gaat man, dank jullie wel allemaal voor deze dag. Nou, graag gedaan. Yes. Mooi. Ja. Nou Lin, eet smakelijk hè. Ja, Lin die vermaakt zich wel. En Chantal dan? Ja, Chantal krijgt er ook een. Ja, nee, dan moet je Chantal ook nu geven. Nee, dat hoeft toch niet. Jawel, nu ook. Ik heb speciaal een voor Chantal ook hier. Kijk eens. Ja, Chantal ook. Wil jij hem geven aan Chantal? Ja. Chantal, omdat je mij begeleid hebt in de tussentijd met je hondtrainer, krijg je er ook eentje. Dankjewel, dankjewel. Nou, ik sta hier naast Henk en Marlies en zij gaan een heel mooi nummer voor ons zingen. Henk wordt begeleid door de gitaar van Marlies en daar gaan we nu naar luisteren. Succes! Ik ga weer naar buiten en wonder. Mijn euro is heel mooi. En eigenlijk, ik ga ermee. Nee, en word daarvan nooit. Nee, moe. En ik houd eigenlijk. En spaar ook goed. Mijn hij betekent mijn leven voor mij. En daardoor voel ik me. Wel. Ik had het ook niet zo bedacht, die hunting ton die bij me past. Maar ik heb nu geleerd en het een beetje raakt. Heb me best heel erg verzet, maar echt waar niet weet. Die hunting ton hoort helaas. Maar dankzij mijn elmo voel ik me sterk. En met die andere niks aan de hand, kan er niks mis. Van vertrouwen op dat doet me echt wat, ik kan het even aan. Niet dat het makkelijk is of zo, soms spookt het in mijn hoofd. Omdat ik me dan wel zorg. Maar met die andere band ik dan een fijne plan. Veilige bandrijving. Ging nooit ontspannen op pad. Nu ga ik vol vertrouwen weg. En ik heb echt nooit nee meer pijn. Daar ben ik heel dankbaar. De zorg houdt me op. Oh, goed. Yeah. Ik ben blij met het wonen hier, ondanks mijn ziekte, toch? Beetje. En met die antilemmen, niks aan niks. Kan er niks misgaan. Ik wil vertrouwen op hè? Ja, dat doet me echt wat. Ik kan het niet dat het makkelijk is of zo. Soms spookt het in mijn hoofd, omdat ik me soms wel zorg.
Maar met die andere bandigheid kan er niks misgaan. Ja, met die anti-leg-band niks aan de hand kan er niks misgaan. Vol vertrouwen op onze met die anti-leg-band kan ik het dingen. Heel mooi gedaan en een heel mooi eigen nummer hoorde ik. Ja, ja. Klopt. Hebben jullie het samen geschreven of Henk, heb jij het alleen geschreven? Ideeën. Ja? Ja. Muziek is mijn medicijn. Muziek is je medicijn. Ja, dat geloof ik wel, ja. En jij hebt mij alles verteld, hè? Wat erin moest. Ja. Het is eigenlijk een beetje naar nou, je verhaal over Huntington. Want ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is om te accepteren. Dat geef je ook aan volgens mij in het lied. Ja. Maar toch hoor ik ook een positieve boodschap. Ja. Wat er wel mogelijk is. Ik heb het goed hier. Ja, heb je het goed hier? Ja. Ja. En zoals met Marlies, hoe vaak zien jullie elkaar dan in de week of in de maand? Iedere dag. Iedere dag? Ja, we komen elkaar iedere dag tegen. Tegen, oh ja. En op maandagmiddag doe jij ook mee met de muziektherapie groep. Boven en ja. Één keer in de week zien we elkaar individueel. Oké. Okay. En dan maken we liederen, hè? Ja. Dus er zijn er meerdere? Ja. Ja? Er zijn meer liederen. Ja? Ja. Ik heb ik heb zoveel liedjes. Ja, je hebt zoveel liedjes over ja. De kleinkinderen. Bijvoorbeeld. Dat kunnen ze vast waarderen. Ja, ja, ja. En zit er altijd een boodschap in of kan het ook over koetjes en kalfjes gaan? Nee, een boodschap. Ja, toch wel. Dat vind je belangrijk. Ja, er zit altijd wel een boodschap in. Ja. Geef licht. Ja, geef licht is ook zo'n lied. Dat staat op LinkedIn, hè, hebben we dat gedeeld. Ja. Oh echt? Dus die kunnen we ook nog ja, dat is een heel luisteren. Mooi nummer. Dat is ja? Echt een heel mooi nummer. Ja. Nou, blij te horen dat muziek je zo goed doet en dat het eigenlijk je uitlaatklep is, ja, toch? Klopt. Voor jullie beiden. Zeker gospel. En gospel zou je ook. Oh van. Ja, oh, dat is weer heel wat anders. Ja, wij hebben ja. Een brede smaak en het is echt een uitlaatklep. Ja. Klopt. Ja, hè? Nou Henk, ik wil je graag wat geven als bedankje en dat je het zo mooi hebt gedaan. Ik heb hier een hele mooie medaille voor je. Oh, wat leuk. Want je kan echt wel trots op jezelf wezen. Zou ik hem bij je omdoen? Ja. Ja, vind je dat goed? Mooi bij je ook. Hij past, ja, dat wisten we van tevoren. Zo. Alsjeblieft, hartstikke goed gedaan, Henk. Meneer Arie Reuvenkamp, een niet geheel onbekend gezicht bij Atlant. Want volgens mij heb je al 1 of 2 keer eerder meegedaan, Arie. Ja, 2 klopt keer. Klopt dat? 2 keer, hè? Ja. En dat was volgens mij met je schilderijtjes. Ook en, dat klopt, ja. Ja. En nogmaals met een gedicht. Een gedicht. Ik schrijf af en toe een gedicht. Ja. En die heb ik wel eens voorgedragen. En komt zo'n gedicht dan zo tot je? Of dan moet je echt wel een paar dagen weer daar nee, mee nee, bezig? Dat komt zo. Ja? Dat ontstaat. Ja. Wat mooi hoe je dat omschrijft. Nee, goed, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik Arie moet noemen, want hij doet zoveel. Je bent creatief, want je schildert inderdaad. Je bent ook iedere woensdagochtend bij de Crea-groep, als ik het goed heb. Ja. Nou, je dicht. En volgens mij, wat doe je nog meer? Nou, ik zal je vertellen, ik ben in 1940 voor het eerst naar school gegaan. Ja. En toen was er nog geen oorlog, want ik ging in april naar school. Mm-hmm. En toen kwam de oorlog. En ik was op de christelijke school en ik denk, ik word dominee. Maar mijn ouders, al zeker mijn moeder, die vond dat ik moest doen wat mijn vader deed. En die had een groentewijk. Ah, ja. Dus ik ben groenteboer geworden. Mm-hmm. En heel apart, ik heb als groenteboer stervenden mogen begeleiden.
Okay. En ik werd benoemd in 2003 tot de parel van het dorp. Dat wist ik, want daar sta je echt bekend om bij Adland. De parel van het dorp. Ja. Daar mag je trots op wezen. Ik ben daar dankbaar voor dat ik dat heb mogen doen. Ja, en nu sta je hier, want nu ga je wat voordragen. Oh ja. Jazeker. Ja. De toekomst mogen brengen. Mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet, het is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet? Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Kijk eens, Arie, wat ik voor je heb. Als dank voor je prachtige deelname. Och. Maar je mag gewoon Arie blijven zeggen. Ja, dat doe ik. Ja, maar al die onderscheidingen, hè? Het is, kan zijn dat ik om een handtekening vraag nu ik je tegenkom. Mag ik hem bij je omdoen? Heel mooi. Dank je wel. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage, Arie. Nou, we zijn nu aanbeland bij de laatste act van vandaag. En dat zijn de Markenzangers. Heel spannend. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, mooi. Ja. Hoe is het met de zenuwen gesteld? Hartstikke zenuwen. Helemaal niet. Nee? Ja, want Tony, volgens mij zit jij ook in het koor, toch? Of niet? Ja. Ja? En werd er ook altijd al gezongen van huis uit? Of heb je dat echt hier ontwikkeld? Ja, dat heb ik hier ontwikkeld. Ja? Ik zong wel altijd met de radio mee en zo. Ja. Mijn broer zei altijd, hou je mond maar eens dicht. Oh. En die nam dat op, liedjes, en dan zong ik mee. Dan vond hij dat niet leuk. Nee, want hij kon het niet zo goed. Hij vond dat ik vals zong. Oh. Nou, ik heb je afgelopen week gehoord, je zong helemaal niet vals. Nee, maar dat zei mijn broer altijd. En dan was hij kwaad. Potverdorie. Ja. Hij is gewoon jaloers. Of ja. Hij was jaloers. Ja, want ik hoor jou altijd wel op de gangen meenurren met echt alle nummers, volgens mij. Ja. Is het dan je favoriet Nederlandstalig of toch ook wel Engels? Ja, meer Engels. Ja? Of een beetje Spaans? Nee, niet. Nee? En Jopie, de buurvrouw. Jij hebt ook altijd in het koor gezeten, toch? Wat zeg je? Jij hebt ook altijd bij het koor gezeten. Ja. Ja? En, hoe is het nu met de zenuwen gesteld? Gaat prima. Ja? Oh, gelukkig. En dan kijk ik gelijk even naar Marco. Want ik weet, jij bent van huis uit stratenmaker, als ik het goed heb. Nee, loodgieter. Loodgieter. Loodgieter, ja. Dat was het, ja. Dan zit wel heel wat anders. Ja. Of niet? Deed je dat stiekem ook al thuis met de deuren dicht of onder de douche? Of is dat ook echt hier tot stand gekomen? Ja, het is echt hier tot stand gekomen. Ja? Ja. En jij bent volgens mij vooral fan van André Hazes. Ja. Ja? En wat is dan je lievelingsnummer? Liefde. Oh ja, die ken ik ook wel. En wordt dat ook wel gezongen in het koor of niet echt, dat genre? Ja, wordt wel af en toe wel gezongen in het koor. Of zegt Ria dan van nee, dat gaan we niet doen? Dat kan. Ja. Nou, jullie gaan zo volgens mij Que Sera Sera en het kleine café aan de haven zingen, als ik het goed heb. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Ja hoor. Helemaal. Is Ria er ook klaar voor en de helemaal begeleiding erachter? Top. Ja, ik ga dan geef maken. Ik het woord aan jullie, of de stem aan jullie. Ja, fijn. Zet hem op. Whatever will be.
zonsdag in de stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De leeuw wordt gedaan, die kribbel kan samen met een motregen zachtjes op straat. De stad lijkt gesloten, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Gekomen van Atlantis Got Talent 2021. Het was echt een eer om het te mogen presenteren. Uiteraard ook samen met jou. Ja, wederzijds. Het is voorbij gevlogen. Ik ben echt verrast ook door alle acts. Ik hoop dat er volgend jaar nog meer zijn en dat we dan hier allemaal live in de zaal kunnen deelnemen. Zeker, want we zijn heel blij dat jullie nu ook zo alsnog alle talenten kunnen bekijken. En bij deze willen we dan ook gebruik maken van de gelegenheid om alle vrijwilligers en alle hulpverleners te bedanken dat zij ook dit mogelijk hebben gemaakt, zodat we alle talenten ruimte hebben kunnen geven vandaag. Ja. Dus ik zou zeggen tot volgend jaar. Yes! En bedankt! Doei! Doei.